Ik hoop dat hij lid wordt van zo'n boerderij. Dat zou al helemaal mooi zijn. Ja, het concept van herenboeren is eigenlijk heel eenvoudig. 200 gezinnen worden lid van een coöperatie, leggen eenmalig 2000 euro in en betalen vervolgens contributie voor die vereniging. En in ruil voor die contributie krijgen ze elke week groentes, fruit, aardappelen en ook vlees en eieren. Dat is een supermooie manier om zo te werken voor rechtstreeks voor je eindconsument, om het zo maar te zeggen. En het is ieder jaar weer een uitdaging om het geregeld zien te krijgen. En ja, allemaal gewoon superleuk. Ik ben blij dat ik er toen voor gevraagd ben. Mensen vinden het belangrijk om te zien waar hun eten vandaan komt. Willen weten hoe het geproduceerd is en hoe er met dieren wordt omgegaan. Dierenwelzijn. En ook met de boer eigenlijk. Want wat je in dit concept ook ziet is dat die boer weer een goed inkomen heeft zonder dat hij hoeft te concurreren op een markt. Want wij zorgen gewoon voor zijn salaris. Ik wil tegen Willem-Alexander zeggen dat de manier van boeren in Nederland zoals wij dat hier doen, maar ook sowieso het boeren in Nederland iedere dag een uitdaging is. Ik hoop dat hij lid wordt van zo'n boerderij. Dat zou al helemaal mooi zijn.